Ja, som 57 uit beide boeken. En je krijgt hier te maken met min-min en met plus-min. En ook hier een lastige situatie dat je dit niet samen mag nemen. Dat je eerst moet doen wat tussen de haakjes staat. Je zit er gemeenigheidjes in, maar hij is wel leuk, denk ik. Ik vind hem leuk. We gaan beginnen met vraag A. En scroll gewoon naar waar je naartoe wil. Als je alleen I wil zien, dan wacht je gewoon tot daar I staat. He, dus ik begin gewoon met vraag A. Zo, we beginnen met min 7 plus min 7 is. En bij mij ben je dan verplicht hier te omcirkelen en een min ervan te maken. Nou, wel veel ruimte over, hè. Moet je wel netjes werken. En dan dus min 7, genoeg ruimte overslaan, dit wordt een min. Min 7 is. Deze tussenstap verplicht iedere docent, verwacht ik. Wat betekent dit nu? Nou, je hebt de 7 tekort, je haalt er nog eens 7 af, dus je komt uit op min 14. En wat is daar nu het verschil mee met vraag B? Ik laat hem bewust even staan. Dan gaan we even bij vraag B kijken. Wat is, oh, we staan op gum. Wat is er bij B aan de hand? Bij B heb je min 7, min min 7. En dan krijg je dus min min wordt plus. Dus hier staat eigenlijk min 7 plus 7. En min 7 plus 7. Dan ga je naar de 0 toe. He, je zit op min 7, je gaat plus 7 doen, dus je gaat omhoog. Dus kom je uit op 0. Dit is dus 0. Nou, dan gaan we naar C. Ja, is te flauw eigenlijk. 7 plus min 7. Dit wordt min. Let ook op dat je de isjes opschrijft. En dan krijg je dus eigenlijk een 7 eraf 7. En 7 eraf 7 is 0. Gaan we naar som D. Min 5 min min 22 is gelijk aan. We doen deze omcirkelen, maken we een plusje van. En dan krijg je min 5 plus 22. Is niet min 27. Dat is fout. Wat is het dan wel? Nou, we zitten op min 5. En we gaan er 22 bij optellen. Dan gaan we omhoog. Optellen is omhoog met de lift. Dus je komt uit op 17. Want het is een 5 tot aan de 0. En dan moet ik er nog 17 verder omhoog. Dus je komt uit op 17. Dan gaan we naar som E. Min 59. En dan plus min 73. Is gelijk aan. Dit is al gelijk lastiger. Als de getallen niet meer zo eenvoudig zijn. En omcirkelen. Oh, hij gaat niet naar zwart. Ja, nu wel. En dan krijg je dus min 59, waar we nog eens 73 van af gaan halen. Dan kom je dus uit op min 132. Want we zitten al op min 59, we gaan nog verder zakken. Dus min 132. Dan gaan we naar vraag F. Min 54 plus min 54... En nog eens een keer 54 ervan afhalen. Eerst even de dubbele tekens weg. Hoppatee. En nu moet je hem ook nog overnemen van mij. Min, en dat doe ik, dat heb ik echt met een reden. Als ik jullie dit nu aanleer zo, dan gaat het in de toekomst, als het oké wordt, of als je straks met letters gaat rekenen, zit het er zo ingetraind, dan gaat het bijna niet meer fout. En dat is waarom het van mij moet. Dan doen we eerst deze. Nou, je zit op min 54. Je zakt er nog eens 54. Dan kom je dus uit op min 108. Dan zak ik er nog eens 54. En dan kom je dus uit op min 162. Ik reken hem even na hoor. Ja, dat klopt. Dan gaan we naar G. Min 8. Min 5 eraf 17. Het eerste wat je hier moet doen is wat er tussen de haken staat. Dus we gaan eerst dit doen. 5 eraf 17. Als ik dat uitreken, ik heb er 5. Ik ga er 17 vanaf halen. Dan heb ik het tekort. Dan heb ik het 12 tekort. Dus dit wordt min 12. Dan de rest overnemen. En als je keurig netjes onder elkaar werkt, dan vergeet je deze min niet zo snel. Min 8 min. Min 12 is gelijk aan. Dan de min min omcirkelen. En niet hier doorheen, want dan is net een plusje. Dus niet zo doen, want dan is net een plusje. Min min omcirkelen krijg je dus min 8 plus 12. En dat moet er precies onder.
Los ik het even zo op. En dat is 4. Is niet min 20, want je zit al op min 8 en je gaat 12 omhoog. Dus dan krijg je 4. Dan gaan we naar H. En dit is een veelgemaakte fout. Min, min wordt plus. En dat is een van de redenen waarom je het bij mij moet omcirkelen. Daar kan je met iets ertussen. Zo is gewoon een boos gezichtje geworden. En dat mag dus niet. Dus hoe doe je het dan? Nou, je doet eerst wat er tussen de haken staat. Min 5, min 8, dat is min 13. En nu gaan we overnemen wat er al stond. Min 13, min die min 13, is gelijk aan. En dit wordt plus. En dan krijg je dus min 13 plus 13. En min 13 plus 13 is gelijk aan 0. Dan de laatste alweer. Misschien keek je alleen voor deze, dat kan hè. 18. Ik kijk even of er niks voor is dan. Want soms, ja, nee, soms heb ik er overheen geschreven en dan gaat het in de laatste om fout. Min 7 min min 11 plus 3 is gelijk aan. Je mag hier dus niet... van die eerste min-min, waar dat haakje tussen staat, mag je geen plus maken. Dus niet doen. Oh, dat is wel een hele heftige niet. Niet doen dit. Want er staat een haakje tussen. Je moet gewoon eerst strakjes doen wat tussen de haken staat. Deze mag wel, want die staan echt naast elkaar. Dan overnemen. Dus al het eerste dubbele tekens weghalen. Plus 11. Plus 3 is gelijk aan. Nou, nu doen we wat er tussen de haken staat. Dat is min 7 plus 11. Je hebt een 7 tekort. Je telt er 11 bij op. Dan kom je dus uit op 4. Ja. Dan schrijf je op 18 min 4. Plus 3 is gelijk aan. 18 min 4 is 14. Plus 3 is gelijk aan 17. Dat was hem. Bedankt voor het kijken en tot het volgende filmpje. Doei!